Twee weken geleden verscheen al het boek PSV 1988, reconstructie van een gouden jaar. En afgelopen week verscheen over datzelfde jaar een DVD. PSV, het succes van 1988. Voor de echte fans was er de mogelijkheid om deze exemplaren te laten signeren in de fanshop door de helden van Weleer. Anton Jansen en Jan Heinsen kwamen als eerste. Zij werden gevolgd door Willy van der Kerkhof. En toen was het even wachten. Nog even wachten. En nog eens wachten. Het was wachten op de man die vroeger de snelste van allemaal was. Ik moet wel werken. En toen ook Berry van Aarle zijn plekje had gevonden, was het tijd om de boeken en de dvd's te laten signeren. Awesome. Berry, verrast het je? 20 jaar na dato en nog steeds zo populair? Nou ja, verrast het wel populair. Verrast me niet, maar ja, als je zo'n boek uitbrengt, dan kom je automatisch wel weer terug in het nieuws. Hè? Dus wat dat betreft is het, verrast het niet, want het is toch wel iets unieks wat dit jaar gebeurd is, moet ik zeggen. En zoveel animo over is, dan is het wel leuk, ja. Is dit misschien wel het jaar wat een aantal van voetballers van jouw generatie toch wel een bekendheid opgeleverd heeft? Oh ja, maar kijk, je wordt bekend door resultaten. Hè. Kijk, een PSV is altijd een topclub en waar ook altijd wel voor resultaat garant staat. En als je resultaat hebt, ja, dan word je daar gewoon ook na jaren terug toch weer aan herinnerd. Dus ja, dat blijft, denk ik. En dan is het mooi om door middel van een handtekening wat extra's voor de fans van toen en misschien ook wel voor nu te doen. Ja, ik denk dat het wel een unieke situatie is die PSV meegemaakt heeft in dat jaar. Dus gewoon de triple win, dan ja, daar maken niet veel clubs mee. Het is dan wel leuk om de herinneringen weer terug te lezen en te zien. En ook op dat jaar was het natuurlijk ook speciaal. Dat was niet alleen de Europa Cup 1, dat was ook de beker en kampioenschap. Maar gewoon alles gewonnen in één jaar. En blijkbaar 20 jaar later zijn jullie zowel bij jong als bij oud nog steeds populair. Ja, ongelooflijk, hè. We zijn nog niet helemaal vergeten, nee. Mooi toch? Ja, dat is hartstikke mooi.